Het is vandaag vrijdag 23 maart en soms zit het mee en soms zit het tegen. Vorige week dinsdag ben ik begonnen met het afbouwen van de prednison. En helaas is de graft versus host in mijn darmen toch weer opgevlamd. Ja, en dat had ik natuurlijk niet gehoopt. We hadden natuurlijk gehoopt dat na de poeptransplantatie 6 weken geleden... eigenlijk misschien wel de graft versus host was... Ja, genezen, verholpen, verbeterd. Nou, ik denk nog steeds wel dat het wat heeft gedaan. Ik denk, het heeft in ieder geval na 2 weken na die poeptransplantatie heb ik minder pijn in mijn darmen gehad. Dus het heeft, ja, het is lastig te zeggen, maar helaas dus toch weer opgevlamd en dus nu weer die prednison omhoog. Dus zijn we een soort van weer terug bij af. We gaan in ieder geval weer zorgen dat, dat we de graft versus host in de darmen weer onder controle gaan krijgen. En dan gaan we weer stapje voor stapje afbouwen. Dus nou ja, wish me luck. Het zit even niet mee, maar ja, aan de andere kant, het kan ook niet altijd mee zitten natuurlijk. Met die bosharen van mij komt het wel goed. Hè? Ik heb ook aardig wat krullen. Dat komt door de chemo, zeggen ze. Dan gaan je haarzakjes worden ovaal in plaats van rond en dan krijg je krullen. Nou ja, als het wat langer zou zijn, dan zullen de krullen er wel uitzakken. Maar ik vind het nu al wel grappig. Volgens mijn vader kan ik zo als Zwarte Piet optreden. De nagels, ja, dat is ook nog steeds zo'n dingetje. Die zijn heel dun en die breken af. En dat is, en dat kan dus ook graft versus host zijn in de nagels, maar het kan ook door de chemo komen. Ik probeer er dus nu een beetje olie op te smeren en op die manier wordt het wel iets minder met vellerig, zeg maar. Dus dat gaat een beetje de goede kant op. Het zonnetje schijnt gelukkig weer vandaag en het belooft weer een mooi weekend te worden. Dus ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Ik hou jullie op de hoogte en heel graag tot de volgende. Adios!